Voor het christendom was het konijn het symbool voor vruchtbaarheid, nieuw leven en wedergeboorte. In Noord-Europa was de godin Ostara, Oesteren of Istre de godin van de vruchtbaarheid en de lente. Het konijn was een heilige dier. Op het lentefestival van Ostara waren er zowel paaseieren als paashazen. Deze traditie is waarschijnlijk door Duitse immigranten in andere landen verspreid. Het konijn Oolong was een internetfenomeen. Hij kon objecten op zijn hoofd balanceren. In 2003 is hij gestorven. In westerse culturen zien mensen een mannetje op de maan. Maar in andere culturen, zoals China, Korea en Japan, zien mensen een konijn op de maan. In China wordt dit konijn het jadekonijn of gouden konijn genoemd. Het woont op de maan met zijn metgezel, de maangodin Shang'e. Op de 15e dag van de 8e maand van de maankalender wordt de maangodin geëerd op het mid-herfst- of maanfestival. Het Japanse Okunoshima-eiland ligt in de Japanse zee en wordt bewoond door duizenden konijnen. Het is onbekend hoe de konijnen er terecht zijn gekomen. Sommigen denken dat het te maken heeft met de vroegere gifgasfabriek die op het eiland staat. In de oude Maya-cultuur werden schriftgeleerden meestal als apen afgebeeld. Er is echter een vaas gevonden, bekend als de Princeton-vaas, waarop er een konijn als schriftgeleerde wordt afgebeeld. Deskundigen weten niet precies waarom er een konijn als schriftgeleerde wordt afgebeeld. Sommigen denken dat het te maken heeft met de jonge vrouw die op de vaas is afgebeeld. Dit is mogelijk de maangodin. Volgens de Maya-legende baarde zij het konijn. Dit zou de aanwezigheid van het konijn kunnen verklaren. Het Amerikaanse batterijenmerk Energizer heeft de konijn als mascotte. Het is bedoeld als parodie op het Duracell-konijn. Dit onschuldig ogende konijn is de Killer Rabbit of Kermbannock uit de film Monty Python en de Holy Grail. In de film is het echter een bloeddorstig monster dat in deze grot woont en bijna alle mannen voor koning Arthur vermoord heeft. Nijntje is het wereldberoemde konijn dat bedacht en getekend is door Dick Bruna. In het Engels heet ze Miffy. Napoleon Bonaparte, hier te zien in Amsterdam, werd in de slag bij Waterloo verslagen. Hij werd verslagen door de hertog van Wellington. Dit was echter niet zijn grootste vernedering. Na zijn overwinning op de Russen in 1807 besloot hij op konijnenjacht te gaan. Hij werd aangevallen door honderden konijnen. Hij slaagde erin ze te ontvluchten door naar zijn koets te rennen. Nog meer weten over beroemde konijnen? Lees dan het artikel Beroemde konijnen. De link staat in de beschrijving.